Vroeger trok het Westland schilders aan vanwege het pittoreske karakter. Nu dreigt het lelijkste industriegebied van Nederland te worden. Dat vindt althans het genootschap Oud-Westland. De club luidt de noodklok. Zie je, dit is verschrikkelijk hoe dichtbij die bebouwing komt. Rond de historische druivenkwekerij Zonnehoek in Kvinshul wordt aan alle kanten gebouwd. En dat is tegen het zere been van het genootschap Oud-Westland. Dat is een grote zorg van ons genootschap, want dit geval staat niet op zichzelf. Want we zien overal in het Westland dus dat het landschappelijk en het dorpsschoon wordt opgeofferd aan economische belangen. Waar het zo'n 40 jaar geleden nog idyllisch was, is het Westland de afgelopen jaren flink veranderd. Het zag er toen veel kleinschaliger uit. Er waren nog veel vaarwegen, de tuinen waren kleiner. Dat is natuurlijk niet tegen te houden. We hebben een enorme schaalvergroting. Maar we moeten daar toch. Er gaan ongetwijfeld veranderen het karakter van de streek. Maar voor die weinige karakteristieke dingen die er nog zijn overgebleven, tuinbouwlaantjes en dergelijke, historische monumenten, daar moeten we zuinig op zijn. Het is tijd voor actie, vindt het genootschap. De club wil dat de politiek meer oog krijgt voor cultureel erfgoed en minder voor de economische belangen. Het is 5 voor 12. Er is veel verdwenen, maar nog niet alles. En die paar dingen, die weinige dingen die er nog zijn, daar moeten we echt zuinig op zijn. MKB Westland snapt de zorgen, maar benadrukt dat er niet alleen rekening kan worden gehouden met cultureel erfgoed. Wat ik wel heel erg vervelend en jammer vind voor het Westland is die opmerking dat men die parallel trekt dat het Westland verwoordt tot het lelijkste industrieterrein van Nederland. Ja, want daar doe je wel het hele Westland tekort mee. Het hele Westland eet en drinkt van, laten we zeggen, de sector. Dus dat vind ik jammer. Het is een kwestie van geven en nemen, zo vindt de ondernemersgroep. Waar liggen nou die elementen, waar liggen nou zeg maar de zaken dat we met elkaar tot afspraken kunnen komen om het culturele erfgoed, zoals we dat maar noemen in het Westland, laten we zeggen, vorm te geven en te bewaren voor de toekomst.